De gevallenen van de Koreaanse oorlog zijn vandaag herdacht middels een kranslegging bij het Koreaanse oorlogsmonument. Het monument ter ere van de veteranen van de Koreaanse oorlog, die van 1950 tot 1953 duurde, werd aan Suriname geschonken door Korea als dank voor hun bijdrage aan de vrijheid van de republiek. In totaal hebben 115 Surinamers vrijwillig hun leven op het spel gezet en vochten zij schouder aan schouder met ongeveer 5000 Nederlandse militairen van het Van Huyts regiment. Brigadegeneraal Frank Grandia, commandant van de 11e Luchtmobiele Brigade van de Nederlandse Landmacht, heeft ook een krans gelegd bij het monument. Deze brigade fungeert als vaandeldrager van het Huyts regiment, waar ook Surinamers deel van uitmaakten. Grandia zegt dat het Van Huyts regiment nog steeds een sterke band heeft met Zuid-Korea. Waarbij wederzijdse dankbaarheid en waardering evident zijn. En deze dankbaarheid en waardering gelden ontegenzeggelijk ook voor de Surinaamse militairen, waarvan er twee helaas niet zijn teruggekomen. De militairen lieten zich niet leiden door de angst voor het onbekende, maar stonden klaar om op te komen voor vrede en veiligheid. Ze wisten niet wat hen te wachten stond. Ze wisten alleen dat ze nodig waren. En ze vochten, zij aan zij, met hun Nederlandse kameraden. Samen maakten zij het verschil. Het zijn helden. Meneer Wilfried van Gon, u bent een held. En ook u, meneer August Hermelijn, u vocht al eerder in een andere vredeoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ook u bent een held. Deze helden, die veteranen heten, zijn de dragers van verhalen die nooit vergeten mogen worden. Minister van Defensie Krishna Kumari Mathura betuigde eer aan de militairen die hun leven hebben gegeven tijdens de Koreaanse oorlog. Deze militairen, die als VN-troepen samen met Nederlandse soldaten Zuid-Korea ondersteunden, worden blijvend herdacht om hun moed en inzet. Ze zegt dat hun nalatenschap beschouwd wordt als onsterfelijk en zij worden geprezen voor hun dappere verdediging van waarden die ook na 70 jaar nog steeds van groot belang zijn. Waarden als soevereiniteit, territoriale integriteit, zelfbeschikking, vrede, veiligheid, vrijheid, humaniteit, solidariteit en menselijke waardigheid. Deze waarden zijn essentieel en fundamenteel voor het vreedzaam samenleven en vooruitgang van volkeren in de verschillende landen van de wereld en de onderlinge betrekkingen die gebaseerd zijn op respect en vertrouwen. Minister Mathura benadrukte dat conflicten en oorlogen ontstaan wanneer fundamentele waarden worden geschonden. Ze gaf aan dat de schade die hierdoor wordt aangericht vaak niet in woorden te beschrijven is.